Het volgende loperspaar dient zich alweer aan. Jolande Regoe, spreekt dat goed uit? En Jan Voetens. Nummer 1569, Helga van der Woord. Goed. En 1 uur en 45 seconden. Jury Hessevoort. En Albert van der Kolk. En Ademaring. En die plakken er nog een rondje bij aan. Nummer 2 op de 15 kilometer is een aantal. Dat is Klaas Campagner aan de overkant van de baan. We hebben nu een tijd van 1:02:40. Klaas. En nummer 3 is ook op de baan. Ah, die wordt daar een beetje gegang gemaakt. Op dit moment Klaas, dus dat wordt zo rond de 1:03:35, denk ik. Nee. Ja, nou, 34. Wat mij betreft hoor. Ja, is die loopt wel uit hier. 15. Daar hebben we Wolf Nijboer. In een tijd van 1:04:02. En de eerste dame op de 15 kilometer is ook een aantocht. En dan hebben we Linda E. Timmerman. Ja, die loopt daar toch op dit moment op 1:04:25. Morgen gedaan hoor.
1:04:36. Lopen gaat er beter af als voor fietsen. Koffie. Ja. Alleen melk in de koffie. Heerlijk. Koppen koffie. Even de keel smeren. Ja. Jouw koffie. Ja, is goed. De volgende lopers zijn Waarnemer, onder andere aan de overkant Joop Wijnand en Louis Zandbergen. En nu in aantocht is Jarno Takens. En 1:05. Joop Wijnands. En je had er inderdaad vandaag weer zin om. Mooie tijd weer, 1:05:57. Gevolgd met nog een maar 50 meter te gaan, Louis Zandbergen. The man wins the wide cap. Dat is de man met de witte pet. 1:06:16. Ik ben altijd.
En ondertussen hebben we de volgende loper op de baan en dat is Anton Dekker. De man van de Vuurende, oftewel de Vuurende. We hebben een tijden van 1 uur en 10 minuten. En de rest natuurlijk. Ook Pelle van Waars en Ruben van der Slichten zitten op de baan, of lopen op de baan. Die hebben de 15 kilometer mooi met streetjes constant gelopen. Gezellig. Anton Dekker, goed gedaan. 1:11:01. Nou heren, kom op, dat moet dan binnen de 1:12 kunnen. Jullie doen veel te veel te kletsen, man. Kom op! Wat hebben jullie onderweg allemaal niet besproken? Jammer. Einde. 1:11:45. Goed gedaan, jongen. Hey, ja. Dag, kletsen onderweg. Ja, ik mis ook de watertocht een stukje, wat is die joh? Ah, lekker man. Bonus met dit weer. Lekker hoor. Ja. Ik mis alleen de watertocht. Slecht georganiseerd. De training zijn al. Ik dacht dat ik bordjes mee moest nemen, maar ik kon er mee. Nee, dat is een groepje van Wilhelmers onderweg. Oh, nou, Ruud en mij. Ik heb 30 euro. 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 Ik he
test moet doen. Maar ik heb eigenlijk nooit, ik heb één of twee keer op vraag aangekregen. Ja, dat kan zo'n meubelwagen. Ja, oké. Okay. Dat is een pakwagen, maar doe met BIM. Oh, zo'n meubelwagen, zo'n klein. Vrachtwagen en bus laat ik gewoon vervallen. Oh, je had ook nog bus, had je nog? Ik had alle rijbewijzen. Dan voor de lol gewoon. Ja, dat was vroeger wel gewoon. Ik heb vrachtwagen rijbewijzen vanuit de 18 jaar. Ja, op leger of zo? Nee, nog wel voordat ik het leger heen ging. Dat was op elkaar van Opel Blitz. Geen vrachtwagen. Eigenlijk, als je dat niet ziet. Even kijken wie dat. We gaan de volgende binnenhalen. We zitten op een tijd van 1:15:40. En met start nummer 1480. Wolter Beens. Er zijn dus nog een aantal lopers op de 15 kilometer onderweg. Ondertussen zijn er weer twee op de baan. Robert de Raar. Ja, hetzelfde. En de... Pak je rust, hè? Ja. Ga je mijn handen nodig? Ben je maar haast? En dan zijn er nog wat. Nou, 1:18:09. Heren, kom op, nog even een eindsprintje. Dan wordt het mooi 1:18 en een beetje boel. Maar in ieder geval binnen de 1:19. Dat moet dan gaan lukken. 1:18:25 zitten we op dit moment. Ja, kijk eens even. Gooi die sprint erdoor. Oké. Okay. 1:18:34. Goed gedaan. Nou, dan zijn er nog wat railrunners onderweg. Die lopen de 15 kilometer van onze dienstregeling. Ik weet alleen niet of dat zonder vertraging is, maar... Het was lekker weer, hè? Heerlijk weer. Top. Doe er veel mee met de 15. Hey, toppa! Ja, zoiets. Ik heb daar meer gekregen, dan? Top man! Nou, al met al was het vandaag toch wel weer een mooie hardloop. Dag, ochtend. En het begin van het wintercircuit is begonnen. Hebben dus nu. Het wintercircuit is begonnen. En de volgende is op de laatste zondag in november. Nee, de 22e.
22 november wordt me hier hard ingefluisterd. We gaan ervan uit dat de volgende keer er folders in de kantine liggen met alle data's voor de loopjes voor dit wintercircuit. Maar in ieder geval dus 22 november. En dan hebben we ook nog de tweede donderdag in de maand een 5 kilometer op de baan. Aangezien de grote deelname altijd is dat prima om te lopen. Om een leuke tijd neer te zetten op je 5 kilometer. Hilja Lozeman. 1:21:25 op dit moment, Hilja. Minuutje erbij. 1:22:30. Zullen we daar eens vanuit gaan? Kom op, binnen die 1:22:23. Binnen die 1:23. Gaat dat lukken? Nog 10 seconden. Ja, 1:23. Ik heb je van die papieren waar die lopen zo opstaan? Nee, waar die lopen. Oh nee, dat is er nog niet. Dat is nog geen volgertje, maar dat komt wel. Waarschijnlijk de volgende keer. Maar dit is 22 november. Ja, dat zijn we nog niet terug. We komen van Cuba naar Cuba. Oh ja. Daar zijn die jongens die lopen de marathon. Ja, ja. Ze hebben vanmorgen 15 kilometer voor de tijd gelopen, ze lopen nu weer 15. Ja, ja. Maar ik neem aan dat ze zonder heel gericht zijn. Ah, ja, ja. Nee, maar dat is de volgende. Dus kunnen ze straks het hek dicht doen. Nee, dat is zo lang. Nee, ik heb al een jaar niet genoeg, ik ben er niet meer gelopen. Nee. Ik ben in januari begonnen met de sportschool. Heel langzaam, een half minuutje, weet je wel, 100 meter zo en heel strak. Eigenlijk tot. Nee. Alles is een beetje doen, 5 kilometer. Ja. Maar ik loop nou een keer van de week neer, een half en 10 gelopen. Ja. Ik had ook een paar trainingen in de andere week. Maar dat 10 kilometer, dat lukt wel weer. Ja. Okay. Alleen zo 10 minuten een beetje. Ik loop ook nog steeds. We zijn net september weg geweest. Ik heb helemaal niet gelopen. De meeste mensen zijn nog helemaal dat het is gewoon niet voor. Ik heb
Ah, nog geen wedstrijd hoor. Nee, maar ik zie het ook niet als wedstrijd, ik heb ook geen horloge zo. Nee. Ik probeer gewoon dat ontspannen mogelijk te lopen en dan zie ik het wel. Ja. Alles wat ik binnen de 40 minuten binnenkom, vind ik het mooi en dan gaat binnen de 35. Dus, Nee, ik zit ook nog steeds wel op hier op dinsdagavond en de oudste. Ja, wij doen het op maandag. Ja, die jongens die dan, dus niet door die lopen vaak ook helemaal morgen door. Ja, ja. Oh, daar ben ik dan niet aan toe, dat is allemaal lange afstand. Hoor. Ja, joh, maar nee, dat doe ik ook niet hoor. Als ze hier, als ze donder s'avonds hier naar de Liepenberg gaan, dan ga ik ook niet mee. Nee. Als ze namens daar samen gewoon gaan lopen, rondjes gaan doen, dan kan ik vanuit huis kan ik zo aansluiten. Dan is het wel te doen. Nee, ik moet ook niet, nog niet te veel afstand. Daar ben ik nog niet aan toe. Ja. Eigenlijk is het de volgende toen mijn dochter nog wilde half marathon lopen Zwolle. Ja. Ja, loop je dan mee, pap? Nou, het is zoals kijken nu werk komt, wat allemaal wil. Ja, dat is toch nog iets. Dat is het enige. Behoorlijk afstand toch hoor. 22 kilometer. Ja. 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 Dat kan op een gegeven moment wel zien dat je daar vroeger altijd die marathon vliegt. Maar ja, goed, zoals je zei, dat is een ding. Ja. Die liep je dan, dan liep je gewoon een aantal op, in een jaar tijd. Dan liep je nog harder van nu door. Ja, ja. Dus dat wel harder van hem leven. Ja, dat vind ik. Ja. Ik doe het mee, we zijn allemaal al afgeschreven daar. Wat zeg je? Is er nog iemand die hem eraf kan knippen? Ja. Daar zijn de van het Rode Kruis. Die hebben ze daar liggen. Wat er maar even op. Ja, dat kun je wel. Ja, ja, makkelijk. Ja. Ja, dat was volgens mij 1,23. Ja, ik heb zelf 1,22. Ja, daar doet de mat zelf wel. Mat zelf. Iets sneller, iets sneller. Ik zet er wel eens naast hoor. Dus dat, Zij is wel frustrerend, 2 jaar geleden. Ik ben 10 minuten sneller. Ja, ja. Ja. In het voorjaar, en daar ben ik zo vreselijk terug gegaan. Ja. Ik wil niet meer. Het is de eerste wedstrijd die ik weer loop. Ja, ik denk dat ik moet er dan voor. Dat is geen succes. En sindsdien wil ik niet meer. Maar heb je dan van nog veel gewandeld of niet? Nou, het laatste stuk gewoon helemaal, weet ik niet eens meer. Ik word echt ziek. Ja, en dan is het weer. Ja, maar ja, dat heb ik wel gedaan, maar ik was 15 kilometer al ver. Ik denk van, toen ik hier met de 10 doorkwam, dacht ik van nou, ga ik dat wel doen, helemaal in mijn eentje. Ik denk, nou ja, moet ik maar weer een keer doorbijten. Ik wil voor jaar ook graag weer een halve lopen. Dat is echt wel ver weg. Ja, maar ik heb het ook eens gehad hoor, die waren ook aan het uitlopen van de marathon. Nou, bij het tempo vind ik niks meer. Dus dat helemaal niks meer. In 22 is ook nog iets van 11 uur. 10,5. Dat zie ik niet zo'n goed voor gedaan. Ja, maar goed, het is best wel. Het voelt toch wel. Het voelt heel zwaar. Ja, ja. Daar moeten we doorheen hoor. Door zulke periodes. En dat kan best even duren. Ja. 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 Volgende keer is het weer het live. Eind november weer. 22 november. Nee, dat kan niet. Nee, dat is brugge. Wat ook wel eens een keer leuk is, om toch bij 15 minuten. Ja, maar dat is donderdag. Was dat de eerste marathon? Ja, ook de laatste. Ah. Nooit weer.
Nou, en daar hebben we dan de mannen van de dienstregeling van de spoorwegen. Ook van de 15 kilometer, maar ik hoor dat ze inmiddels ook al 15 kilometer op hebben zitten. Voor die tijd al. Dus die zitten nou, die gaan dus naar een marathon. Ik weet niet welke marathon, Lutjebroek of zo. Wat zegt u? Havana! Oh! Voor die grote sigaar. Daarom. Ja, ja, oh nee. Ja, en als je dat andersom doet, dan ben je echt een sigaar. Als je dikke knakkers in de mond hebt, dan. Nou. Maar goed, dat groepje loopt. Volgens mij zit. De baas van Spul er ook weer bij, Nico Kromman. Jurrie Hessevoort, Adam Haring en Albert van der Kolk. Nou, dan heb iedereen op de lijst gehad. Ik zou bijna aan de jongens vragen van gewoon doen jullie het hek op slot, maar... Oh, we zijn weer de aardig vandaag. Wat heb je tegen die spoor? Vaak met de trein of zo. Ja, ja. Nou, dit gaat dus helemaal via de dienstregeling, dat is duidelijk. Kom op jongens, nog even een sprintje hoor, dat moet nog even kunnen. We zitten nu op 1.31.22, dat lukt dan wel binnen de 1.32. We zijn hier keurig op tijd. Ja, 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 kijk. Kijk ze glundelen, kijk ze glundelen. Welkom, Alemaring, Jurrie Hessevoort. Alfred van der Kolk, Albert van der Kolk en Nico Kropman. Dankjewel, Dick. Hebben jullie de bordjes onderweg ook meegenomen? Dat zijn we nog, moesten we meenemen. Dat zijn we nog. Als ze zo mee kunnen. Ja, nee, oké. Okay. Nou, dames en heren, dit was het dan weer. De Wim Petersloop, het begin van het seizoen. En we gaan sluiten. Ik wens jullie allemaal nog een prettige zondag. Mevrouw en meneer van het Rode Kruis, ook weer hartelijk dank voor uw aanwezigheid en voor uw behulpzaamheid met de schaar. Dat niet ook. Ja, tot de volgende keer. Ja, hij staat erop. We gaan ook weer. Breaking bandit.
moet ik oprollen.